En daar moet hij dus vlammen, zoals dat zo mooi heet. Een reportage over Wout Zijlstra of hoe een Fries zijn hart verliest aan Schotse traditie. Het gaat hem om de eer. Hij wil zich scharen onder de oude namen. Een duizenden jaren oude rij van mannen. Oersterke mannen. Winnaars van de Highland Games. Het is een van de oudste sporten ter wereld natuurlijk. Voetballen bestaat al maar 100 jaar, maar dit bestaat al duizenden jaren. Maar voel je dat ook als je dan daarmee bezig bent? Ja, daar in Schotland bent helemaal natuurlijk. Tussen die bergen en vlak bij die kastelen. En ja, elke familie heeft zijn eigen kilt. Dan voel je dat weer terugkomen, ja. Elke dag traint hij. Onder het toeziend oog van kleine Woutje, ook in kilt, werkt grote Wout aan zijn kracht en techniek. De Highland Games vinden hun oorsprong in Schotland. De sterke mannen werken 8 onderdelen af. Onder meer hamerslingeren, steenwerpen, gewicht omhoog en verwerpen en paalwerpen. Nou, het is een paal van meer dan 5 meter. En hij weegt tegen de 100 kilo aan op een wedstrijd. Dus alleen het oppakken en in balans houden is al zo verschrikkelijk zwaar. Dan moet je er dan mee lopen en over de kop gooien. Dus dan moet je verschrikkelijk explosieve kracht hebben. Dus dat is, ja, dat is heel, zijn er maar een paar die dat kunnen. En ben jij er één van? Ja. Al 10 jaar lang doet Wout aan krachtsport. De laatste jaren doet hij ook mee aan de sterkste man van Nederland. Maar zijn hart gaat naar de Highland Games. Hij behoort tot de beste 12 van de wereld. Zijn trainingsmaat geeft hem goede kansen om hoog te scoren. Nou, ik denk als iemand kans heeft in Finland en aan de Highland Games wedstrijden daar, dan is hij het zeker. Ja. Hij is gewoon de beste die er in Nederland in rondloopt. Er is geen één bij ons in de federatie die daaraan kan tippen. Absoluut niet. En ik denk dat ook de sterkste moet gaan. En ook degene die de meeste kans heeft, internationaal gezien, heeft hij daar ook een hele goede kans. Daar schat ik me vrij hoog in. Hoe belangrijk is dat voor jou, het gevoel van ik ben de sterkste? Ja, dat heb je van jongs af aan natuurlijk al. Als je op school, in de klas, overal, je wilt altijd de sterkste zijn. Dus ja, dat heb ik ook, daar heb ik gelukkig mijn sport van kunnen maken. Dus dat, ja, het sterkste zijn, ik denk dat iedere jongen dat natuurlijk wel leuk vindt. Dus je bent eigenlijk nog een beetje een jongen? Ja, dat blijf je ook een beetje natuurlijk. Hoor. Ja. De 136 kilo zware Zijlstra wil pieken op het WK. En hij is in vorm. Al gaat er tijdens de training nog wel eens wat mis. De Highland Games zijn erg belangrijk voor sporter Zijlstra. Maar er is meer in het leven van de Friese hooglander. Ik heb een klein Woutje. Dus ik moet wel van het jaar doe ik ook alles. Alle wedstrijden die er zijn. Dus, maar volgend jaar dan stop ik met de sterkste man. En dan wil ik alleen nog wat Highland nemen. Want ja, die zoon is eigenlijk het allerbelangrijkste. En zo hoort het ook. We gaan van de sport naar het weer. Hoe